Nou, eigenlijk maakt het niet zo... No, pardon. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat je zegt... als het maar overkomt alsof je het meent. Dat is volgens mij het belangrijkste wat een goede songtekst goed maakt. En als je echt iets meent, dan komt het meestal niet over alsof je het meent. Bijvoorbeeld de dijk of zo. Die doen net of ze het menen, maar op een manier komt het niet over. Green Day, dat zegt me niet zoveel. Ja, ik bedoel, ze zingen wel en ze doen wel stoer, maar ik geloof er geen ene sodomiet ervan. Je moet heel vaag zijn eigenlijk, zodat de luisteraar denkt dat het over hem gaat. Dus als je te concreet wordt, weet je wel, als je echt zegt van ja, ik heb een blauwe knoop op mijn jas zitten en ik heb onderbroeken van Yves Saint Laurent, dan denkt iemand heel snel van dat gaat niet over mij. Het ging ook een beetje om dat zeg maar heel veel songteksten zeg maar snel geschreven zijn. En Obla Di Obla Da lijkt mij wel een voorbeeld van. Ik hou altijd wel van dat soort songteksten, dat je zegt van... Piruïet, piruïet of zo, of Obla Di Obla Da, of Tonki Tonki. Als ik dat op een hoes zie staan, dan is dat vaak wel een nummer van, waarvan ik dan wel wil weten van hoe klinkt dat, weet je wel. Zeg maar als er staat van I'm a bad motherfucker of zo, of I'm a badass guitar player, dan interesseert mij helemaal niet hoe dat nummer gaat, weet je wel. Dan weet je wel van tevoren van... Het gaat over een badass guitar player. Ja, een gitaar erin of zo. Maar als er staat Obla Di Obla Da of... nou weet je hoe dat nummer gaat, maar stel je voor, als er staat Bingo Bongo Bongo, dan wil je wel weten van, nou, hoe klinkt dat, Bingo Bongo Bongo? Volgens mij als iemand zo'n tekst gaat schrijven, dan heeft hij een bepaald idee, dan weet het niet helemaal zeker. Die gaat een beetje hup voor de katse die op weglopen schrijven. En die denkt, als die klaar is met die tekst, van wat heb ik nou geschreven? Ja, is wel lekker. Lopen wel lekker, het loopt lekker. Volgens mij is dat dingen die lekker lopen, zijn nooit bedacht. Ja. Het gaat gewoon om klanken eigenlijk, hè? Kijk, je hebt zeg maar mensen die hebben een synthesizer. Trouwens, een wah-wah is een goed voorbeeld. Dan is het wow, 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 wow. Je hebt een synthesizer met weet je, filters en dan is het wow, 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 wow. En eigenlijk ga je dan al een beetje praten. En zeg maar, een goede songtekst moet ook een beetje dat wow, 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 gevoel hebben, maar dan met woorden. Je moet niet zeg maar zo van bla, 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 ik eet kaas of zo. Dat is alleen maar wow, wow. Maar je moet... Bla bli blo, ik heet Koes of zo. Weet je, dat is al beter, begrijp je? Nou, met woorden. Met woorden. Maar wanneer is het tekst en wanneer is het geen tekst? Hè? Dus als je ou zegt, is dat dan tekst? Maar ja, ou, 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 ou. Ja, dat is misschien geen tekst, het is maar het zijn wel woorden. Een van de belangrijkste dingen is niet proberen om een hele goede tekst te schrijven. Ik ben maar een jongen en ik ben niet aan de straat. En ook niet te veel denken van waar ga ik het eens over hebben. Dat komt vanzelf wel. Als je dan denkt van ja, ik vind het eigenlijk wel heel stom tekst, dan ga je het veranderen. Net zolang dat je het niet meer stom vindt. Misschien is dat uiteindelijk nog wel belangrijk. Als je zelf denkt, nou, dit klinkt lekker, dan is het goed. En dat je dan geen rekening mee houdt van ja, Jezus, maar wat zullen andere mensen ervan vinden? Of wat zal de muziekkrant Oorde nou van vinden als ze dit horen? Dan zullen ze misschien wel een beetje een stomme tekst vinden, weet je wat? Ik ga het iets intelligenter maken. Kijk, dan ben je slecht bezig. Hey, bedankt. Alsjeblieft.